Nou, de kwaliteit van de paarden die je ziet, hoeveel mensen die daar naar komen kijken. En uiteindelijk, jammer dat het wat regent, maar uiteindelijk de sfeer al met al wat dat betreft. I think it's really been really, really interesting. The standard of the horses is amazing. It's super, super quality. And it's been a really, really enjoyable day. Internationaal publiek bij de KWPN Paardendagen in Ermelo. Dit is een evenement waarbij sport en fokkerij bij elkaar komen. En KWPN, want dat, daar zijn we vandaag, op het KWPN Paardendagen. Het KWPN is eigenlijk het grootste stamboek in Nederland. En het stamboek is, internationaal bekend. Vorig jaar op de Olympische Spelen, 1/3 van de paarden in Londen was gefokt in Nederland en was geregistreerd bij het KWPN. En het is een unieke situatie dat we hier sport en fokkerij bij elkaar hebben. En dat zien we vanmiddag en vanmorgen. En zoals we nu zien, hier achter ons eigenlijk, de jongste generatie paarden onder het zadel. Het beste laten zien van talentvolle jonge paarden. Rabotalent Diederik van Silfhout is door eigenaren gevraagd hun 4-jarige paarden te berijden in de Pavo Cup. Heb je zelf ook al paarden gezien waarvan je denkt, nou, die zou ik ook wel willen berijden? Ja, absoluut. Ik denk dat er zijn natuurlijk al voorselecties geweest voor deze wedstrijd. En er zijn natuurlijk al de beste uitgeselecteerd. Dus ja, er zijn een hoop paarden dat je zegt van ja, dat zijn echt hele goede paarden. En wat doe je dan? Nou, ik heb op het moment genoeg werk thuis, dus ik laat het gewoon voor wat het is. Ik heb hele leuke gezien. Ik heb zelf ook een hele leuke gereden. Ja. Nee, ja, het zijn altijd leuke paarden tussen natuurlijk, ja. Maar Adelinde houdt het eerst nog even bij Parsifal. En of er een tweede Parsifal tussen zit? En wat je dus eigenlijk hier ziet, dat zijn springpaarden, dat zijn dressuurpaarden. En je ziet hier ook een heleboel mensen die aan het scouten zijn eigenlijk naar potentie. Naar mogelijke Grand Prix paarden. De paarden die straks op de Olympische Spelen kunnen lopen in Rio of later. Die worden hier nu gescout eigenlijk. En dat is het leuke op dit evenement eigenlijk, dat je daarmee de fokkers, die dat op een gegeven moment, laten we zeggen, allemaal opgefokt hebben, dat die vervolgens ook kunnen kijken of ze nou werkelijk een nieuwe eigenaar erbij kunnen vinden. En of het dus een goudmijntje gaat worden. Ja, maar dat is fokkerij. Het is selecteren is fokkerij. En dat betekent dat je ook mensen altijd teleur moet stellen, want het gaat alleen maar om de beste.